ChatGPT. Iedereen heeft er ondertussen wel eens van gehoord. Het is het platform waar je in gesprek kan gaan met een robot, maar het lijkt wel alsof er aan de andere kant gewoon een mens zit. ChatGPT kan dankzij artificiële intelligentie ook in een paar seconden jouw scriptie schrijven, je testament opmaken of een website bouwen voor je nieuwe zaak. Het klinkt geweldig, maar is het ook zo goed als we echt denken of hopen? Nooit meer zelf een eindwerk of verjaardagskaart schrijven dankzij ChatGPT. En dat gaan we vragen aan Christine Van Damme, hier vandaag aanwezig. Jij werkt voor de UGent als onderzoeker. Artificiële intelligentie, we horen er al een tijdje van alles over. Misschien moeten we beginnen bij het begin. Wat is het juist en wat is dan machine learning, wat is dan deep learning? Leg het ons allemaal eens uit, alsjeblieft. Ja, artificiële intelligentie is inderdaad een gigantische koepelterm geworden. Ergens denken we allemaal aan dat beeld, zoals daarnet in de introductie ook, de robot die alles kan. Het is een waanzinnig ding met heel veel denkkracht. Dat doet alsof het een mens is. Maar dat is eigenlijk niet. Artificiële intelligentie is een computerprogramma die getraind zijn om bepaalde zaken te gaan doen. En bijvoorbeeld ChatGPT, waar we het gaan hebben vandaag, noemen we generatieve artificiële intelligentie. Wat dat een onderdeel, een soort artificiële intelligentie is. Dus eigenlijk is het wel best om gewoon de term artificiële intelligentie een beetje te gaan vermijden, want het is een beetje onduidelijk wat dat mensen dan precies bedoelen. Je vroeg, wat is dan machine learning? Dat is eigenlijk wanneer de computersystemen zelf gaan dingen gaan bijleren. En vaak hebben ze daar ook nog menselijk, bijvoorbeeld, stel dat je op YouTube kijkt, er is een algoritme dat je het aanbeveelt, ga je dat filmpje gaan bekijken, ja of nee? Als je het wel kijkt, dan denkt hij, dan leert hij bij, dat noemen ze machine learning. De machine leert bij, ah, dat is blijkbaar een interessant iets. Ik ga de volgende keer iets soortgelijks gaan aanbieden. Kijkt hij niet, dan leert hij van, oké, we hebben dat niet nodig. En dus de volgende keer ga je dat niet gaan aanbieden. En zo, dat noemen ze dan machine learning. Aan de hand van gedrag of wat je ook doet, of bepaalde bevestiging van mensen, leert de machine steeds bij. En dan deep learning is er dan nog een keer een stukje van. Dat is eigenlijk dat dat op een soort abstractieniveau is, dat hij zelf dingen gaat gaan beslissen, wat dat kan en wat niet. Wat dat dan werkt met neurale netwerken. Ik ga de details nu besparen, denk ik. Vandaag gaat het vooral over wat we dus noemen die generatieve AI, namelijk artificiële intelligentie, dat zelf dingen gaat gaan maken of gaan genereren. Wat dat dus één stukje is van het bredere artificiële intelligentieverhaal. Het kan zijn dat er hier vandaag ook mensen aanwezig zijn in het publiek die alles geëxperimenteerd hebben met ChatGPT. Ja. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf ook al gedaan. Ik bereid er mijn lessen mee voor. Bijvoorbeeld, het is een geweldige brainstorm tool. Ik heb er gisteren nog 2 vacatures meegeschreven. Ah, voilà. Schitterend. Voilà. Ja. Maar we kunnen misschien wel iets creatiefs voor vandaag bedenken. Helene, heb jij een idee? Ja, ik had een idee. Ja. Ik heb het al stiekem bedacht voor de opnames. Onze hoofdredactrice die is onlangs 50 jaar geworden. Dus ja. Ik dacht, had ik nu niet een heel mooi gedichtje kunnen schrijven voor haar verjaardag? Ja, voor het feest. Laten we ChatGPT aan de tafel brengen. En er een keer bij halen. Dus ik ga echt gewoon die tekst zo ingeven en vragen. Zelf ben ik een voorstander om prompts in het Engels te doen, maar wel te vragen om Nederlandstalige output te geven. Omdat die heel veel meer data is waarop het getraind wordt in het Engels. Dat werkt ook perfect in het Nederlands, voor de duidelijkheid. Hè? Maar ik zelf doe het dus in het Nederlands, dus ik ga gewoon intypen. My editor in chief turns 50. Heb je de naam nodig? Ik weet het niet. Ja, wilde dat? Ja, als die dan kan rijmen op Kathleen. Kathleen, ja. Yeah. My editor in chief Kathleen turns 50. Could you write a poem for her birthday, please provide the text in Dutch. En dan begint hij. Laten we kijken. Natuurlijk, hier is het verjaardagsgedicht voor Kathleen. Dus, lieve Kathleen, onze wijze leider, vandaag vieren wij jou, onze sterke pleitbezorger. Een mijlpaal bereikt, 50 jaar en jong. Een prachtig moment waarop we stil blijven staan. Dus laten we vandaag dansen en feesten. Ter ere van Kathleen, onze geliefde en geëerde gast. Gefeliciteerd met je 50ste verjaardag, beste Kathleen. Mogen deze dag en alle dagen daarna gevuld zijn met vreugde, gezondheid en veel zegen. Gelukkige verjaardag, Kathleen. Dat ze dat top zou vinden. Wauw. Had je dat zelf kunnen schrijven, Helene? Nee, echt. Daar had ik heel lang over moeten tobben. Uren. Ik vind zelf het grote nadeel. Nu staat het woord Kathleen kunnen vervangen door iedereen. Hè. Er zit niks van persoonlijk, uiteraard, want die weet niet wie dat Kathleen is. Het is een hoofdredacteur, maar er zit niets van persoonlijke flair in. Dus ik zou niet aanraden om dit gewoon te gaan voorlezen aan Kathleen. Maar misschien wel de basis en zo wat en als ik ChatGPT wat meer details geef of wat leuke fedivers van die wij samen hebben meegemaakt. Ja. En hoe concreter dat jij bent, bijvoorbeeld iemand die vorig jaar nog, weet ik veel,
van kanker genezen is, dan kan ook dat erbij verwerkt worden. Of ja. iemand die... Vier kinderen en 14 voilà. Kleinkinderen. Exact. Ja, ja. En dan kunnen ze ongetwijfeld heel veel verhalen. En die verwerken dat allemaal. Je kunt ook vragen om dat op rijm te doen, bijvoorbeeld. Ja. Of in rap-style, als je het liever zou willen rappen. Ja. Dat is allemaal mogelijk. Maar jij raadt aan dat er wel achteraf toch nog altijd... Sowieso. Ja. Ik zie ChatGPT vooral iets als het witte blad-syndroom oplossen. Ja. Ik vind het zelf altijd heel moeilijk om, als ik teksten schrijf of ideeën moet bedenken, om vanuit het niets te starten. En ik vind het al wel handig om dingen te vragen aan ChatGPT, die mij dan een eerste voorstel geeft en dan begin ik daar zelf aan te editen. En dan maakt niet uit over welke tekst dat dan gaat. Hè. Zoals een vacature bijvoorbeeld. Voilà, bijvoorbeeld een vacature. Ik heb een nieuwe onderzoeker nodig. Dan vraag ik, wilde ik er een voorzet doen? Uiteraard ga ik niet die tekst gewoon gaan publiceren. Maar er kunnen wel bepaalde of zo een call to action in zitten, wat ik zelf niet zou aan gedacht hebben. Mm-hmm. En dan kan dat wel helpen als eerste aanzet. Ja. ChatGPT is uiteraard maar één voorbeeld van dit soort AI. Ja. We hebben ook AI die foto's kan genereren, die video's kan genereren. Werkt dat dan op dezelfde manier als ChatGPT? Ja, exact hetzelfde. Dus dat is eigenlijk ook een foto, een tekst dat je in heeft en je vraagt om iets te gaan maken. Mm-hmm. En dan antwoordt je daarop. Je moet daarbij ook vaak zeggen welke stijl dat je wilt. Ja. Dus bijvoorbeeld, misschien kunnen we dat ook gewoon doen. Nu eentje maken van een podcast over wetenschap of zo. Ja, zeker. Een visual voor onze podcast. Voilà. Ja. Dus software dat ook gratis te gebruiken is daarvoor, heet Bing Create. Mm-hmm. Dus als ik naar Bing Create ga, dan staat er bovenaan wat wil je? Dus create... a picture of a scientist interview for a podcast. En dan misschien een photorealistic image. Photorealistic? Of, ja. Dus het is ook altijd handig om te zeggen welk soort. Wilde een sketch, wilde mm-hmm. iets abstract, wilde een foto. Dus dat is best om het er ook altijd bij te zetten. De stijl van een bekende kunstenaar. Ja, voilà, inderdaad. Photorealistic image. Voilà. En dus dan zien we mensen, wetenschappers, die geïnterviewd worden door... Ja, het lijken wel foto's van in een labo, zo de klassieke labo-foto's van de wetenschappers voilà. In de labjas, met dan een microfoon daarin gefotoshopt. Ja. En dat is inderdaad ook zowel altijd een beetje het nadeel ook. Dat is getraind op typische foto's. Dus ik ben al heel blij dat er eens vrouwen bij zitten. En dat het niet alleen mannen zijn die wetenschappers zijn. Maar inderdaad, de wetenschappers hebben allemaal een wit hemdje aan. En voilà. Dat, maar dus dat kan perfect. Maar je kunt dus even goed vragen in Van Gogh-style bijvoorbeeld. En dan lijkt het alsof dat Van Gogh dat zou geschreven. Wat mij ook meteen opvalt, is dat de handen echt helemaal chaotisch zijn. Er zijn zoveel vingers te veel en de vingers wijzen in allemaal verschillende richtingen. Dus, gewoon cool, weet je wel. Die kloppen wel niet. Ja, nee. Het is zo vaak de ogen, de tanden is ook iets wat hij vaak moeilijk heeft. Zijn ook wel de oren, bizar. Verschillende oorringen, dat kan natuurlijk fashion zijn, maar verschillende oorringen is ook zoiets typisch handen. Dat zijn vaak wel degenen wat het lastig. Dus je weet wel, een hand heeft zo'n ding van die lange worstjes aan, dus dat is een hand, maar hoeveel dat er zijn, dat vergeet hij blijkbaar soms. Dat klopt. Okay. En programma's zoals ChatGPT, waar halen zij die data vandaan? Ja, dat is natuurlijk het grote gecontesteerde iets. Eigenlijk weten we dat niet. Sowieso is dat getraind op gigantisch veel data. En zeker ChatGPT is zeer onduidelijk over zijn bronnen. Die gaan dat ook nooit gaan geven. Dus dat is ook de grote vraagteken die daarbij gezet wordt. Er gaan ook verhalen de ronde dat bijvoorbeeld... Wij werken bij kranten met betaalmuren. En informatie zit achter de betaalmuur. Dus eigenlijk kunnen we daar niet aan. Terwijl dat wel blijkt dat ChatGPT wel die informatie daar gaat halen. Dus de vraag is of dat eigenlijk wel helemaal oké is. Er zijn ook grote, net zoals dat illegale data... banken voor boeken en filmen hebt, heb je dat ook voor wetenschappelijke artikels en boeken. En de kans bestaat wel dat hij eigenlijk ook aan de basis daarvan gezeten heeft. Maar sowieso heel veel menselijk werk, IP, dat daar achter zit, waardoor dat vandaag die technologie zo slim lijkt of heel veel informatie ter beschikking is, dat is omdat iemand ooit wel die informatie heeft gemaakt en zich daarop gaat gaan baseren. Er zijn heel veel mensen die ChatGPT aan het gebruiken zijn als een soort van nieuwe Google, omdat het zeer snel gaat. Je kan eender wat vragen en het antwoord komt er meteen uit. Ja. Ligt er daar een addertje onder het gras, Christine? Voor mij als academicus sowieso, want ik vind bronnen gewoon heel erg belangrijk. Dus bijvoorbeeld, ik vind het niet erg dat mijn studenten ChatGPT zouden gaan gebruiken om aan research te gaan doen, om dat als brainstorm tool te gaan gebruiken. Maar het wordt wel problematisch als ze gewoon helemaal die tekst gaan copy-pasten. Is dat onmogelijk dan die ooit zullen gaan slagen, omdat je niet weet
Wat staat daar? Is dat juist wat daar staat? Want ook dat is wel een heel groot verhaal. Er worden antwoorden gegeven, maar dat is niet noodzakelijk de juiste antwoorden die worden gegeven. En dus dat is wel belangrijk dat mensen dat weten. De eindverantwoordelijkheid ligt nog altijd wel bij jij die de teksten gaat gaan gebruiken. Het is niet omdat ChatGPT iets zegt dat het waar is. Maar jij zou dat wel herkennen als een van jouw studenten een tekst maakt en letterlijk kopieert. Dat zou je herkennen als je van ChatGPT. Omdat er geen bronnen in zitten, zou die per definitie niet kunnen slagen. Mm-hmm. Het is voor een stuk herkenbaar, omdat hij wel vaak een vaste structuur gaat gaan geven. Bijvoorbeeld, geef eens 3 argumenten waarom ChatGPT wel zou kunnen gebruikt worden. Dan gaat ChatGPT altijd antwoorden van ChatGPT, dit zijn de volgende argumenten die zouden kunnen gebruikt worden. Exact diezelfde woordjes. Dan 3 bullets en dan gaat hij eindigen met dus ChatGPT kan gebruikt worden, maar hou rekening mee dat er nog wat... Dus dat is zo echt de vaste structuur. Dat is eigen aan een programma, een algoritme. Dat is voorspelbaar wat er verwacht wordt. Mm-hmm. En dus... Dat wel. Nu, er zijn ook al softwareprogramma's, bijvoorbeeld ZeroGPT. Kun je echt een tekst gaan uploaden en wordt er een score gegeven van hoe groot is de kans dat dit een AI-gegenereerde tekst is. Okay. Bijvoorbeeld voor de thesissen die ik nu aan het verbeteren ben, laat ik die erdoor lopen. En gelukkig zit ik aan 0,3% gemiddeld van de studenten die ze hebben ingediend. Dus mijn studenten kennen het nog niet, ze gebruiken het nog niet. Ja. Maar dus het is wel nog altijd aan leerlingen, en ook leerkrachten om daar een soort bewustheid rond te gaan creëren. Check altijd wat er staat. En gebruik dat eigenlijk als inspiratie voor andere zaken die je ook gaat gaan opzoeken. Niet als basis voor wat je gaat gebruiken. Mm-hmm. Maar het is uiteindelijk de AI die dan zegt, na dit woord komt er waarschijnlijk dit woord. Ja. En zo bouwt hij eigenlijk verder zonder eerst... Het is niet zo... De grote misconceptie rond ChatGPT is vaak... ChatGPT gaat naar Google, zoekt dat op voor mij en verzint het dan. Dat is absoluut niet het geval. Hij gaat eigenlijk echt gaan... Eigenlijk is artificiële intelligentie... statistiek op speed, heten ze dat. Dus dat is puur voorspellen van hoe groot is de kans dat het volgende woord dat ik moet zeggen, dit. Ja. En hij wordt daar gewoon steeds beter in om dat te gaan voorspellen. Mm-hmm. Dus daarnet heb ik het woord the story. Dus dat is duidelijk dat ik naar 1 specifiek verhaal en dan zegt hij van sorry, dat verhaal ken ik niet. Mm-hmm. Maar als ik zeg a story, ha, een verhaaltje schrijven. Dat kan ik wel. En dan begint hij verhalen te gaan vertellen. Ik heb ook al ouders gehoord die dit gaan gebruiken om een soort bedtime stories voor hun kinderen met zaken die ze doorheen de dag zijn tegengekomen. En het hoofdfiguur is dan de doodoo, het knuffelbeertje die alles... Dus ook dat, je kunt dat eigenlijk perfect gaan gebruiken om... Maar ook dat is een creatieve brainstorm manier om daar dan zelf iets mee te gaan doen. Ja. Hoe groot is de kans dat artificiële intelligentie ooit zelf een soort van bewustzijn gaat krijgen? Dat is zo het typische dystopische science fiction verhaal. Ja, op het moment dat we niet meer weten of dat iets een mens is of artificiële intelligentie is, dat noemen ze singularity, het punt. En er zijn wetenschappers die beweren dat dat in 2048 gaat gebeuren. Dat we gaan komen tot het punt dat... En er zijn ook wel... Ja, het gaat heel snel, net omdat alles voorspelbaar is. Dat is echt een exponentiële curve. Maar tot op de dag van vandaag blijft AI echt systemen die getraind zijn om 1 taak supergoed te gaan doen en echt steeds beter te gaan doen, zoals verhalen gaan vertellen. Dat is omdat hij getraind is om dat precies te gaan doen. Als je dan nu diezelfde tekst nu gaat gaan vragen om iets totaal anders te gaan doen, dan kan die dat niet. Mm-hmm. En ik denk ook niet dat we heel snel tot dat punt gaan komen dat er 1 digitaal superbeing is, dat je echt om het even wat de creativiteit of flexibiliteit of wij als mensen zijn gemaakt om met onvoorspelbaarheid om te gaan. Ja, dat is exact wat een artificiële intelligentieprogramma niet kan doen, want dat is geprogrammeerd om iets specifiek zeer goed te gaan doen. Dus ik onthoud vooral dat AI Google niet gaat vervangen, niet de bibliotheken gaat vervangen. En zeker ook hier allemaal onze job ook zeker niet gaat vervangen. We blijven gelukkig mensen ook, hè. En dat is goed. En daar zitten we in onze kracht in. Dankjewel, Christine Van Damme. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb weer gigantisch veel bijgeleerd. En jij ook? Dan mag je deze podcast of video zeker liken en delen, zodat iedereen hem kan bekijken. Wil je nog meer weten over AI? Dan kan je terecht bij de Vlaamse AI Academie. Dat is op de site www.vaya.be. Tot de volgende. Yo, yo, Kathleen in the house. Let's go. Head editor of knowledge, put on a show. Representing the Universiteit van Vlaanderen crew, spreading science to the masses. That's what she do.